Hey, jongens en meisjes. Deze video betekent het einde van Combia seizoen 2. Waar we meer dan 8 maanden bezig zijn geweest op deze server. En we hebben... Kijk, je verwachtingen zijn nu misschien heel hoog. Maar we hebben het vooral gewoon heel leuk gehad met z'n allen. En ik wil gewoon, om het af te sluiten, een toertje doen van de hele wereld. Van alles wat is gedaan. En ik zal ongetwijfeld het vergeten, omdat er echt heel veel staat. Deze video is vooral een beetje ik die de hele tijd zit... Oh ja, dat is wel artistiek. Ja. En dat ga ik dan de hele tijd doen. Ja, dit is dit kasteel natuurlijk, waar het allemaal mee begonnen is. Wel artistiek, ja. En de schatkamer. Kijk, er zijn van die geheime plekjes in Combia, daar komt net niemand. Het is ook kapot, trouwens. Iemand heeft ingebroken. Ah, groetjes van Sipi. Verder zit de koning Gerrit hier natuurlijk. Sisi was hier. Ah, ook nog eens. En verder hier keken we altijd het nieuws. Hier kwam het nieuws op. Hallo, Kingdomgenoten. Het staat niet eens symmetrisch op de muur, maar dat maakt verder niet uit. En buiten het kasteel ziet het er zo uit met de sikke pixel art van Gerrit erop. Maar nou gaat het heel wild worden. Nu gaan we alle kanten op. Ugandan Knuckles, toch wel. Daar begon het een beetje mee. Dat was het eerste beeld. Toen kwam kwamen deze gozers erbij. Kwam deze gozer erbij. Hier kwam een snotje uit. En toen is de hele snotoorlog begonnen, waar nu weinig van over is. Nou ja... Wel over hier en daar wat stukjes snot, zeg maar. Maar goed. Dit is het dorpje. We gingen eerst casual gewoon een beetje middeleeuws bouwen. En ondertussen is de bioscoop hier ook gewoon casual neergezet. Verder hebben we natuurlijk ook volgens mij een keertje een hele stream zo'n beetje besteed aan het Witte Huis maken met Corrie. Verder kwam hier ooit de dierentuin. Dat is niet echt afgemaakt. Ik weet ook niet wat dit is. Dit is ook een doos. Kerst. Ja, dit was toch leuk. Dit waren leuke gedeeltes. Paasgedeelte staat hier. Dat is een stuk moeilijker dan het kerstgedeelte is gebleken. Dat was best moeilijk. En dit zijn de gebroeders Komba. Gekomen in de tijd van oorlog. Verder niet bewogen. Ze zijn gewoon hier gaan staan en is niks tegen gebeurd verder. En verder hier hebben we nog heel veel noodbloks ook. Ja, leuk, klaar mee. Sorry, noodbloks, ik bedoel dat niet persoonlijk. Oh, hier was ook een bioscoop. Iemand was bezig met een daadwerkelijke animatie op scherm maken. Ik weet niet meer wie, maar... Oh. Dit is de animatie van de grote snodoorlog, volgens mij. Oh, sick hoor. Dit zou ik graag nog een keertje zien in Combia 3. Oké, dit was... Het was nog niet af. Dat was het ook. Maar goed. Nou, dit is nog een gedeelte van de achtbaan. Ik zou graag op de achtbaan willen gaan. Maar goed, mijn camera raakt ook zeg maar na 50 minuten vol. En dan komt pas de hele achtbaan er niet op. Klinkt overdreven. Is het ook. Maar het duurt wel echt heel lang. Deze is ook nog wel leuk. Sick. Verder, dit is de gevangenis. Ook niet echt een gevangenis verder, want ik moest dus een smiley maken, zodat Babbel me nog even kon verbeteren voor de... Bingo! Toen kwam er een hele familie hier staan, ineens. Ik kijk nou het Game Dreams logo, en die is ook weer heel geinig. Ja, deze carnavalsoptocht, echt wel. Dit was een beetje het begin van alle community projecten eigenlijk. Want iedereen kreeg zeg maar een plotje om op te klooien. Op te kliederen, als het ware. En daar is dit uitgekomen. Ik vind het een hele leuke bult. Verder de rechtbank natuurlijk, waar we zelfs nog een hele rechtszaak gehouden hebben. Maar nog steeds, ik ben niet heel erg van events in de livestreams, maar oh. Als het dan eenmaal klaar is ook, dan is het wel zo van, hier is wat gebeurd. En Mark Evans moest nog verbeterd worden, want het is echt een miserig eindje, maar goed. Hij is er. Ja, bikinibroek. We zouden nog veel en veel meer kunnen maken van bikinibroek. Maar oh, wat is dat lastig zeg. Hier ben ik ook best een tijdje mee bezig geweest. Best lastig. Ik zou hier wat gaan bouwen. Nee. Verder heeft iemand hier nog zwevende eilanden gemaakt. Daar hebben we verder nooit echt aandacht aan besteed in de streams. Alleen dat ik zei van, oh, sinds wanneer zijn deze eilanden hier? Huh, wat vreemd. We hebben hier ook de tempel. Nou, je kon hier in het midden staan en dan kreeg je krachten. Wacht even, dit moet even handmatig nu. De kracht van de tempel, wee, hey, het is een creative server, hey, het maakt allemaal niet zoveel uit, hey. De Bingo Biljart Paaldans Club, die grotendeels is begonnen in Combia Wood. Deze boom is trouwens ook nog heel leuk, deze sign is ook nog heel leuk. Hier, we gingen een set maken om te filmen. Toen werd het een bingo club, een paaldansclub en een biljartclub. De Bingo Biljart Paaldans Club. En dan hebben we hier nog het tropische gedeelte, Ja, de inspiratie was wel een beetje op na twee bomen en een strandhut, zeg maar. Maar goed, de waterval is wel leuk. En de woonwijk, nog een project met z'n allen die we hebben gedaan.
ja, was ook leuk dat al deze huizen hier staan. Het is gewoon, ja, vind ik een leuke verzameling van allemaal dingen. Witcher gedeelte, ja. En ja, dat was gewoon mooi om dat hier dan neer te zetten. Er was ook een brandweerauto, want ja, er was nogal wat vuur. Verder het nieuws, waar altijd het combi-nieuws gehouden werd. Hallo, kingdomgenoten. Welkom terug. Nee, hier ben ik weer met het laatste nieuws. Julian's logo, het voorhoofd, de streammokken ook nog even. Alleen voor streams. Dit is illegaal. Dit mag niet op video. Dit is Funky Kong. En dan heb ik eigenlijk bijna mijn rondje al gemaakt. Hier zijn nog wat dingetjes gebouwd allemaal. Hier staat nog een huisje met zelfpromotie die ik dus niet ga laten zien. Stik erin. Kunnen we hier zelf boterkaas en eieren doen? Boterkaas en eieren is trouwens ook een Olympische sport, hebben we hierbij bepaald. Hij doet het niet meer. De redstone is een beetje verpest in de backup volgens mij of zo. Verder, helaas, de warps doen het ook niet meer. Dus ik kan niet alles terug laten. Ik kan niet naar alles terug. Dit is de toren waarbij we iedereen een verdieping lieten bouwen. Dus het vliegt. Toren waarbij mensen allemaal verschillende verdiepingen hebben gemaakt. En zo, we hebben een gekke toren gecreëerd hiermee. Ja, en die hadden we natuurlijk. De molen was ook echt in stream 1. Samen met de kerken hier zo. Die waren ook wel geinige beeldjes. Met de Mario taart voor mijn 18e verjaardag. Gefeliciteerd Thomas, dankjewel. Ik was jarig. De grootste dingen waren toch wel de oorlogen die hier zijn gehouden. En dat was tussen Snot en de DSO. Er is niet zoveel van Snot over. Maar er werd steeds wat nieuws gecreëerd, kunnen we wel zeggen. En dit is Snot eigenlijk. Dit is het grote Snotkasteel. Snot was een beetje de grote vijand, want overal Snot kliederen, daar zijn we gewoon niet zo van. En daarvoor hadden wij de DSO, die hier alle Snot even netjes opruimt in een bakje. En daar hebben we ook wat helikopters voor die kunnen zuigen. Daarvoor hebben we ook dit vliegveld. Dat was eerst voor toerisme, maar toen dachten we, nee, laten we allemaal jets lanceren. Verder hebben we natuurlijk ook de kerncentrale die energie zou leveren om tegen Snot te kunnen strijden. En dit vind ik. Ik weet niet wat het is met dit stukje, maar dit. Het is alsof je in een stop motion zit, maar dat je dan maar zeg maar niet weer een frame verder gaat. Dit ook trouwens, deze laser is zeer sterk. Ja, hier de hangar. Staat nog een. Dit was een prototype. Dit was hem niet allemaal, zeg maar. En hier hebben we nog een overblijfsel van de Mac van Zack. Die was defect, maar die is nu weer beter. Door wat energie. Die zit nog even lekker te stralen hier en daar. Even op een bootje. Even op wat X, weet ik veel, joh. Maar goed, niet alleen daar bleef het uiteindelijk niet bij. Want uiteindelijk kwam Sisi om de hoek koekeloeren. Het was een anti-bubble basis. Toen was ze van, oh, wacht eens even. Dat wil ik niet. Bubble. Dus toen maakte Bubble X. Alleen van X is niet zo heel veel over. Ook X is redelijk verdreven. Dit zijn nog wat oorlogsschepen van X. Hier nog wat bomschepen van X. Dit waren de aliens. Die waren ook aanwezig. Alleen die hadden heel X kapot gemaakt. Toen dacht X, niet puik. En toen deden ze dit tegen de UFO's. Hier, dit waren ooit schepen van X. Waren echt zieke schepen ook trouwens. Maar goed, die zijn ook gesneuveld. Helemaal gesneuveld. Verder waren nog de strijders, als het goed is. Daar zie je hier nog wat oorlogsschepen. Zie je hier nog wat oorlogsschepen van en helikopters. Ook wel zieke helikopters trouwens. En ik weet dat ze eigenlijk nog bezig waren met dingen doen volgens mij. Wat je hier ziet zijn allemaal strijderdingen die uiteindelijk in de server gebruikt zouden worden. Maar deze boten, ja, we hebben helemaal geen water volgens mij. We hebben geen water in Combia 2 zo'n beetje. Het waren wel echt, kijk nou, wat zit hier allemaal op voor detail gewoon, weet je. Firma Geen Snot werd opgericht tegen Snot. Die was hier lekker alles even aan het schoonmaken. Verder hier nog allemaal pixel art die is neergezet. En wat Mii's die zijn neergezet. Overal zit een beetje wat. Hier was door de snotlaser een keer een helikopter neergestort. Viel allemaal snot in het water. Ging helemaal mis. Toen kwamen er weer snotmonsters. Maar goed, die zijn ook allemaal weer verdreven. Dus daar hebben we geen last van. Geen stress. Deze map is wel leuk. Kijk, toen waren alle X-schepen er nog. Oh. Ziet hier nog een deel van hun basis? Dit is echt 1/20ste van wat ze had. Hé, hey, wat doe jij nou? Waar komt die vandaan? Ik bedoel, dit is onze manager. Dit is de DSO-manager. Ook deze kan ik heel snel vergeten. Dit soort dingen die hier staan. Maar hier hebben we bijvoorbeeld in de put het Rijk der Doden. Er is ook niet zo heel veel mee gedaan, maar ik vind het wel een zieke plek om even in te zitten. Hij brengt wel een lekker sfeertje met zich mee, deze plek. Maar wel een ziek logo. Kijk, als je een logo hebt, dan ben je wel gelijk intimiderend. Vandaar dat de DSO ook gewoon een goed logo heeft. Oh, de arena vergeet ik bijna, waar het PvP-toernooi gehouden is. Volledig functionerende. Ah, dat is de verkeerde knop. Volledig functionerende. Oh, hij werkt echt nog. Oh, wat ziek. Volledig functionerend iets. Hier kun je zeg maar
vechten. Het is een beetje gesloopt hier en daar. Ik weet niet hoe. Heel kek. We hebben hier het museum. Waar ik net allemaal langs ben geweest, heb je hier eigenlijk ook gewoon. Alles staat hier. En als ik iets meer vergeet, dit is het oude Snotrijk zoals het eerst was. Vernietigd. Maar het staat hier nog wel. De oude snotdraak in miniatuur. Verder, dit heb je ook nog. Zat ook ergens in de map, blijkbaar. Snotvulkaan, ook weg. Verder, het nieuwsgebouw. Dit is het gevecht tussen de kleine snotdraak en de jets. Kun je hier nog heel goed terugzien. We hebben hier nog de UFO's. Die zagen er ongeveer zo uit. Klopt wel. Ik weet niet of ze koeien opzogen, maar dat is wel ongeveer wat aliens doen. Dus dat klopt. Klopt wel. Ik vind deze leuk. Ik heb hem zelf gemaakt. Nou, maar het museum past in het museum. Dat is... Hier hadden we een gigantisch nest van snotdraken. Nou, hier hebben we gewoon een raket opgeknald. En er is weinig van overgebleven. Oké, dit is een van de weinige dingen die ik nog terug kan vinden van de Olympische Spelen. De bowlingbaan. Kan je hier een balletje pakken? Kan ik het nog doen? Huts. Ja, dat is wel een beetje triest. En ook dit had natuurlijk een logo, want waarom niet? En hier kon je vissen. Gewoon een vis over de toonbank gooien. 1000 euro is die vis waard. Dat is echt helemaal niks. Ah, kijk, het Olympische Stadion. Hier gingen we speerwerpen. Maar ook wat een gigantische bult is dit even. Samanse Twitch. Hier is Brawlhalla. Ik ga het nu niet spelen, want ik kan niet in mijn eentje dat spelen. Maar wel leuk. Dit was een doolhof ook trouwens. Ik zal hem nog even een keertje doen. Ik ben weer bij... Wat? Oh, maar ik heb hem. Samson, kom aan, hè, naar de kelder. Kijk, hier hebben we een beetje een kleine kelder voor alle jets, maar het is aanwezig. Misschien had ik van tevoren voor moeten bereiden. Hier was iemand nog begonnen met een kasteel maken. Had er ook eigenlijk geen zin meer uiteindelijk. Maar hij heeft één huisje neergezet. Kunnen ook hierheen namelijk. Nee. Maar die walking speed is gewoon heel vervelend aan het doen, nou. Kijk, we hebben hier ook nog een geheim stukje met een klein beetje gezichtsherkenning. Hij kent het echt gezichten. Nee, natuurlijk niet, joh, gek. Ik bedoel, ja. 2 keer op de knop drukken. 1 keer werkt niet. Dat was niet opzettelijk, maar het is wel leuk. En hier hebben we nog een geheime DSO-robot klaarstaan. Gaan we niet gebruiken. Maar hij staat er wel. Nou, we hebben hier nog een parcoursje van iemand op zich. Maar goed, die gaan we niet doen, want stik. Ja, dan komen we toch aan bij het einde. Het einde wat eigenlijk het begin is, want hier is de spawn. Ja, hier zie je nog even in het klein de grootste 4 rijken. Water, aarde, vuur en lucht staan allemaal hier nog even te vechten. Bedankt voor het meedoen, bedankt voor het kijken naar Combia seizoen 2. Wat vind ik dat professioneel klinken, ook al is het een Minecraft server. Boeien. Ja, ik hoop dat jullie erbij zijn vanavond wanneer we opnieuw beginnen met het bouwen van een Minecraft server. Met hopelijk alles beter. Kan ik niet beloven, maar het zou wel leuk zijn. Ja, als ik wat dingetjes heb overgeslagen, dat spijt mij ontzettend. Ik wilde wel een beetje een normaal videolengte van maken. Duimpje omhoog wordt nog eventjes gewaardeerd voor dit einde van een hele lange serie. Abonneer ook nog even als je hier van dit soort dingen meer wilt zien. En kijk vooral de streams, want daar doen we dit op. En anders moet je weer 8 maanden wachten op een video zoals deze. En dan in ieder geval, joejoe!